Dit is een memorabel moment voor ons. We zijn hier om de eerste paal te slaan, eigenlijk de laatste paal te slaan. We hebben hier te maken met een campusproject waarbij we alle magazijnen van Nederland samenvoegen op deze locatie hier in Veghel. Ja, en dit is dan fase 2, waarbij we een magazijn gaan neerzetten voor de traditionele groothandel. Het gebouw hier wordt rond de 16.000 vierkante meter. Waar er in het grote gebouw vooral op palletniveau wordt gewerkt, komt er in deze nieuwbouw gaat het meer op colli- en doosjesniveau. Wat het project uniek maakt is de combinatie van een stukje conventionele opslag, hoge mate van automatisering. Ja, alle eisen die de medicijnen met zich meebrengen, kun je denken aan klimatisering, koeling, maar natuurlijk ook beveiliging vanwege de hoge waarde van sommige medicijnen. Nou, we hopen dat we eigenlijk al met onze eerste machinerie in september, oktober naar binnen kunnen gaan. En dat het pand dan ergens rond maart opgeleverd zal gaan worden. En dan gaan we helemaal live in 1 juli, als het goed is, 2024. En dat wordt heel spannend.